Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 4.5 de wervelkolom. Een belangrijk onderdeel van je skelet is de wervelkolom. In deze video kijken we hoe de wervelkolom is opgebouwd en waarom een juiste lichaamshouding zo belangrijk is. De wervels beschermen het ruggenmerg en dragen het gewicht. Omdat lager gelegen wervels meer gewicht te dragen hebben dan die in de nek, zijn ze ook groter en anders van vorm? De wervelkolom steunt op het bekken. De wervelkolom van de mens heeft een dubbele S-vorm. Deze wordt in stand gehouden door de spieren die de wervels in de juiste positie brengen. Door deze vorm worden schokken die ontstaan bij het lopen of rennen geïsoleerd van de gevoelige hersenen. Alle signalen, dus of iets warm of koud is en of er wel of niet spieren moeten gaan bewegen, worden vervoerd door je zenuwen. Deze komen samen in je ruggenmerg. Deze snelweg voor signalen wordt beschermd door je wervels. Wordt je ruggenmerg beschadigd doordat je bijvoorbeeld een ongeluk krijgt en een dwarslesie hebt, dan kunnen de signalen niet meer doorgegeven worden. Je bent dan verlamd, je voelt niks meer onder de beschadiging en je kan dan bijvoorbeeld niet meer lopen. De wervelkolom bestaat uit je ruggenwervels met daartussen een tussenwervelschijf. Deze is van kraakbeen gemaakt en gevuld met een geleiachtige massa. Doordat deze massa buigbaar is, worden schokken op je wervelkolom, bijvoorbeeld tijdens het lopen, opgevangen en kun je je rug goed buigen. Hoe je staat en hoe je zit, noemen we je lichaamshouding. Is je lichaamshouding goed, dan heeft je wervelkolom een dubbele S-vorm. Wanneer je jong bent, ontwikkel je je lichaamshouding. Leer je een verkeerde lichaamshouding aan. Dan is dat later moeilijk weer af te leren. Heb je een goede lichaamshouding, dan heb je geen last van rugklachten of last van je gewrichten. Een goede houding is daarom belangrijk. Door structureel verkeerd te staan en te zitten, kunnen je tussenwervelschijven aan één kant te veel samendrukken en scheef afslijten en je botten kunnen vergroeien, waardoor je een scheve houding ontwikkelt waar je niet meer van afkomt. Wanneer je hoofd op de juiste manier op je wervelkolom staat en je recht vooruit kijkt, dan belast je je nekwervels op de juiste manier. Maar ben je regelmatig op je telefoon bezig en kijk je dus vaak naar beneden, dan worden je nekwervels overbelast. Er kan dan een vergroeiing plaatsvinden. Je krijgt dan een bochel. Of, zoals het ook wel genoemd wordt, een Game Boy rug of een tabletnek. Gelukkig kun je daar iets aan doen. Natuurlijk kun je proberen je telefoon zo min mogelijk te gebruiken, maar gebruik je hem toch, probeer dan elke 30 minuten even pauze te nemen. Je kunt ook je telefoon recht voor je neus zetten zodat je recht vooruit kijkt, of op je buik gaan liggen zodat je nekwervels niet overbelast worden. En niet alleen telefoongebruik zorgt voor een overbelasting van je wervelkolom, ook verkeerd tillen kan voor klachten zorgen. Zorg dat je dus niet meer tilt dan noodzakelijk is. En wanneer je tilt, zorg dan dat je door je knieën gaat, je rug recht is en dat je, wat je tilt, dicht bij je houdt. Zorg ook dat je niet boven je hoofd tilt. En til je iets zwaars en moet je het verplaatsen? Zorg dan dat er niks in de weg staat waar je overheen kan struikelen. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!